Certificaatuitreiking aan tweede groep GAP-gecertificeerde landbouwers. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft wederom een groep van 16 landbouwers van het resort Wanica A, die 3 dagen lang de GAP-training hebben gevolgd, gecertificeerd. Dit vond plaats in het gebouw van de landbouwcoöperatie Quatta. Dat alle boeren gecertificeerd moeten zijn in Good Agriculture Practices is een maatregel van het ministerie van LVV. Volgens Maitri Jagroep, waarnemend onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, is het ministerie bereid om meer technische trainingen te verzorgen als het gaat om het telen van verschillende landbouwgewassen. Dit omdat een ieder recht heeft op veilig voedsel en het de plicht is van LVV om erop toe te zien dat het ook gebeurt. Hiervoor vraagt zij wel input van de boeren zelf. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.